On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Lieve Bikvelders, groot en klein. Hier boven mij hangt een prachtig spandoek. Op beide locaties van het Wickveld. Speciaal voor jullie. Want in deze tijd, dat we elkaar eigenlijk niet of nauwelijks zien, of alleen via het beeldscherm, willen wij één boodschap geven. Wij, alle meesters en juffen van het Wickveld, alle collega's van de opvang, wij missen jullie ontzettend. En meer dan ooit, in deze tijd, is het belangrijk dat we een goede boodschap afgeven. Na Pasen gaan jullie aan de slag met een opdracht. En de opdracht is om deze goede boodschap door te geven. Door te geven aan de mensen om je heen. Zoals wij dat ook nu weer doen op het Wickveld. En denk daarbij ook aan misschien opa en oma die je wat minder ziet. Misschien wel de buurvrouw die ziek is. Of misschien wel een hulpverlener bij jou in de straat. En zoveel mensen meer. En als we die boodschap doorgeven, vanuit het Wickveld in Empel, door heel Nederland, dan weet ik zeker dat we samen overeind blijven. Want eigenlijk, lieve kinderen, lieve Wickvelders, groot en klein, het Wickveld denkt aan jou. Samen staan we sterk. Namens alle collega's, zet hem op. En laat ik ook nog even aangeven hoe ongelooflijk trots we zijn op jullie ouders verzorgers, die jullie dagelijks zo goed helpen met het thuisonderwijs. Een dikke opsteker, ook voor jullie ouders. Zet hem op, maak iets moois vanuit jouw talent en stuur het door. Ik zwaai weer even naar jullie. En ik hoop ontzettend dat we elkaar over een aantal weken, na de meivakantie of ergens spoedig in mei of juni weer gaan zien. Namens alle collega's van het Wickveld, het gaat jullie goed. Zet hem op! Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. Lieve Wickvelders, laat je talent zien. Bedenk iets moois, maak iets moois, knutsel iets moois, dans maar mooi, maak een mooi gedicht, wat ook bij jou past, en stuur die met een prachtige boodschap verder via social media. En natuurlijk wel met toestemming van je ouders. En bij wat je ook doet, keep distance. Houd afstand, blijf gezond. En als je hem doorstuurt, denk dan ook aan het vermelden van hashtag Wickveld voor jou. Succes ermee! Hoi! On dessine tout ce que l'on voudrait dire.